ano aptrobi. Awin saip sa ngayon. You know sa golasi. If you put you libi in Jesus, ano. Frede, you know broke. Kijkers, een 61-jarige man lag al enkele weken hier ziek op een adres aan de Tieneweg, een zijweg van de Quataweg. Deze bejaarde man, zijn rechtervoet bleek te verrotten. En met tussenkomst van 1 voor 12 is het vandaag geluk om deze man uit zijn benauwde situatie te halen. Op het adres hebben wij gesproken met ene meneer Philadel en hij vertelt het volgende aan 1 voor 12. Ik ben in de Finabank, ik rijd taxi naar de straat. Ik ben in de Amin, die man. En ik heb een probleem met een zieke man. Ik heb een pijn charina at osso aset. Ik heb een konja zo, ik pot een man naar mijn wagi. Mi chari amang amang ismiri mi no man mal mi mi shi amang na wang Haiti man mi papa na Haiti man sirefi en no abi family jaso mi ati opofu epi amang fu chari na aset te mi doro na aset asuma no wani te ki amang ataki mi mus go na wang oso datra mi mus go mi mus duso mi mus duso a problema fu amang mi shi disi na wang emergency disi no mi problem. Fou sami suku epi aman disi serifi en awaman en no family fou aman aman be siki te aman siki en chi no abi family en te ki aman fou epi aman en no sabita ki furu sarantongo fou sa en be suku mi fou mi kan epi en nono de mi no man poti aman na mi wagi moro te mi pot aman na mi wagi a wagi serifi esmeri. If a man kisi wan bigi problem na mi wagi mi no sabi sami godu mi wani epi na amandate. Masamsa na man precise da man es meri so. Entaki amambe oloko wanching odu jompo aman bakadati aman puru chingson 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 embe gona aset fosi abe gien dreisi nono de aman no man, no sabi taki. En no man gona aset en wang nono de asani poti moro bigi. Ok, you tak wan pis udu go ina man en yeah, futu? Ya. Yeah. Pe asanda tip sa? Ano jaso. Traprezi en oloko. You sabi Haiti suma te doro jaso oloko meki jari plani en be plani. Mm-hmm. Ma oting asanda tip sa? Bena tumu so pas. Mm-hmm. Ya. Yeah. En vanaf di asanda tip sa da man futu bigi pori? Infection, ya. Yeah. A infection bigi. Fu mankeri dreisi datra fu luku en. Mm-hmm. Ya. Yeah. Manono yutaki abedena aset ba. Aset ba luku ala de papira. Disi a papira sa amambe te amambe dena aset. Akwitansi sa amambe pai na aset kaba ala papira de temi doro drape anowani te ki amang. Ja, mi no sabi sa mi du, mi no taxi. Ma sede de sma fu aset no wan teka man moro. Asume fu aset taki, mi mus go na wan oso datra fu meki wan papira fu seni aman go na bigi, bigi datra. Mi no man, you fostan. Ma sede, a datra karta fu man no de en orde? A datra karta fu aman no de na holding, disi no problem. A fosval, mi no abi problem fu pai, a siksi mu, ni pai siksi mu moro. So mi wani epi fu wan ambulance o eskotu mi no sabi fu teka man poti na at oso bakadati uno kan do a pas. Ma efa manda tra karta verfalda, yube kan chara a uru karta gona STF fu dema verlenging to? Ya, mi kan do, mi kan do. So mi abi epi fano do, mi no man wakana aman fu teki brudu fu duso fu duso. Mi wani te aman dena aset. Ja alasani misere figo do. Mm-hmm. You first. Ma say dem make dem man fu STF no wan verlenga karta. A STF taki mi mus go na wan datra. Datra fu temi go na datra a datra go ferenga kalta. A datra tegi misere fi te enclari ferenga a kalta. Mi mus chari a man na wan oso datra laboratorio fu che brudu fu do alasani. Dizi mi no man do. Dus je no mandu dati. Fu sei de mekuno, ma sei de mekuno mandu dati. No, amang esmeri tum sim furu
SD, mi be poti aman na mi wagi, te mi doro oso, mi brak furu, mi bigi problem. Dus eigenlijk, a jepi sa yap van nodo? Mi infection fu aman, ja. Kis si mi serefi. Dus eigenlijk, je doet een beroep voor de man voor ja. Asset. Ja. Zijn we ambulance kon voor de kajepi? Ambulance kon, teki aman fu kan epi te aman de insei. Alasani sa aset abifano du mi abi res, mi go teki responsibility fu check ama mi go gain one telephone mi go buy one sim kalta mi go poti na one telephone gi aman one chin telephone fu mi kan bel aman te datra wani takina aman serifi a kan bel mi ala problema fu aman alasani kontak na ngami fa ad aman du doro jaso tapa address dis aman doro jaso aiti man dizi te pe aman betang aman no abi famiri et non habi epi amand dizi na won haiti man serifi et si la situation fou amang en teka man fou en epi amang quand epi en gienyan fou en non il faut ça fou en grino kirien mal amang ou non teki lek mi rei taxi mi feni won suman alen kon na strati mi poti asuman na mi wagi fou epi you faut ça amang anon diaso ni a bas diaso be poti aman de dia ni en no beo loko gi asuman dape soso ou no teken fu epi fa ntide mi wani epi aman e fa aman doro diaso. Ma fa waka na nga den famiri, sa uno me kontak na nga famiri fu aman, uno sabi a de famiri? A famiri fu aman, mi no de mi no espan fu a famiri fu aman. Mi espan fu aman doro na datra, fu datra epi aman, fu luku aman, fu gi endre ici ala sani kan doro nono de fu no feni am family fu aman aman no abi family jaso dizi no problem te you feni mi you feni amandati sabe epi en fosi mi doro ya no problem you first time sami taki ala sani uno go suku fa uno kan feni a contact a telephone et no a telephone fu aman sasiki ala de contact fu en family la si na telephone nono de mi abi famiri fu mi mi seni anem fu aman gi furu aiti suman fu luku suman sabi aman a famiri fu kan ep mi feni a contact nono de a problema non disi non a famiri fu aman you feni a famiri nan mi ati mi kari ala de aiti suman sa de nan Suriname sa de nan Trakondre sa luku a felom disi kan gi ano fu epi amandizi fu enkantang morolibi. Na het verhaal van meneer Abreu Fidel aangehoord te hebben, heeft het veldploeg van 1 voor 12 in samenspraak met voorzitter Louis Vismalen er gelijk werk van gemaakt om de 61-jarige Filmené Lotaire te helpen. Er is toen contact gemaakt met de spoedeisende hulp van het academisch ziekenhuis Paramaribo. Zij hebben 1 voor 12 toen verwezen naar een huisarts en het zorgvervoer voor verdere begeleiding om vervoerd te worden naar het ziekenhuis. 1 voor 12 heeft meteen een arts van de RGD Poli van Kwatatoen benaderd die ons verwezen heeft naar een chirurg van het AZP. Die is bereid gevonden om de patiënt ondanks zijn vervallen medische verzekering toch te behandelen. Meneer Filmené is voor verder onderzoek opgenomen in het academisch ziekenhuis Paramaribo. De bejaarde man kwam enkele jaren geleden naar Suriname om te werken. Tijdens het verrichten van zijn werkzaamheden sloeg hij zijn voet aan een stuk hout met dit noodlot tot gevolg. Na dit ongeluk werd hij ziek en begon zijn rechtervoet te rotten, waardoor hij niet meer kon werken. Ook het contact met zijn familie is hij kwijt en is dus opgevangen door enkele goedhartige mensen op het adres waar wij deze bejaarde man zijn tegengekomen. Meneer Filmené is wel opgenomen, maar zijn medische kosten staan niet gedekt. 1 voor 12 doet een beroep op haar donateurs en de samenleving om in te komen, zodat de medische kosten voor deze bejaarde man betaald kunnen worden. Wij bedanken de RGD-arts van Kwata voor haar interventie, de AZP-chirurg en Ormo Zorgvervoer voor hun assistentie om deze man uit zijn nood te helpen. Asanta e fugaro e furumija oh ina presija.